Ja, ja, Omo, ja, dat is wasmiddel. Doe eens even volwassen. Top je Omo. Oh, Dennis maakt een grap! Dennis maakt een grap, jongens! Holy shit! Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Geit. GTA 5 race samen met Casper, Chromo, Jordi, Dennis en Vincent. Ja, mijn naam wordt geroepen. En Vincent! Hallo, mijn naam werd het minst. De tussenstand op dit moment is Casper staat op de 2,5 punt. Chromo staat op de 10,5 punt. Jordi staat op de 7 punten, Dennis op de 13,5, Vincent op de 12 en ik op de 30. En ik rij zonder te kijken, sta ik eerst. Dankjewel, jongens. Iedereen heeft een half punt. Ik ja, dat, kan de Chromo. Hey, die zei, ja, Dennis krijgt een halve punt. Ja, ik was aan het knuffelen met Casper, maar die wou me niet. Wow, wat komt hier, joh? Wow, kijk die looping, gek! Kijk die looping! Chromo, jij had een nummer geschreven voor je shit, hoorde ik. Oh, ik ga eroverheen. Dat weet ik ook niet. Ja, ik ging ook niet goed. Leuke looping, man. Chromo, hoe is het met je nieuwe nummer? Lekker, Jordi. Mijn nieuwe nummer? Ja, over oude oma's. Oh ja, 06 OMO. OMO? OMO. OMO was door en door schoon. Oh, was hij in de was geweest dan? Ja, ja, OMO, ja, dat is wasmiddel. Doe eens even volwassen. Top je OMO. Dennis maakt een grap! Dennis maakt een grap, jongens! Holy shit! Daar heeft hij een half jaar over nagedacht. Holy shit! Hij zat gewoon te wachten tot hij dat merk opnoemde, jongens. Ik heb het niet gehoord, wat zei hij? Al besproken. Ja, precies. Holy shit. Wat zei Dennis dan? Ik hoorde het niet eens. Oh, nou, ja, nu is het niet meer leuk. Word maar volwassen. Word maar volwassen. Nou, ja, hij maakt een grap. Die was wel leuk. Ja, die was wel leuk. Hij had een goede timing, Dennis. Hou daarop. Ja, eindelijk een keer. Goed zo, ik ben trots op je, Dennis. Na 3 jaar is je gelukt. Dennis. Ja, dat is eventjes zo'n lach van. Nee, fuck jullie. Ik heb het goed. Oh, je mag gewoon rechtdoor. Ik neem jullie allemaal de moeder. Niet doen. Nee. Moeten we wel rechtdoor? Fuck. Oh ja, hier komt het. Hier komt het, jongens. Hier komt het. Ik kom maar geschreven. Oh my god, ik heb hem! Ik heb hem! Woe! Nou jongens, ik heb hem, de ballen. Waarom, Casper? Waarom de paal in de weg, ik heb er niks aan doen. Hé jongens, niet op dat billboard kijken, er staat een vrouwtje op. Holy shit, dit is fucking awesome. Daar zat zeker Casper naar te kijken naar die vrouw. Deze was heel awesome, je moet wel goed sturen. Ja, klopt, want die camera die verandert. Rijd weer achter Casper. Niet doen. Maar hij is echt vet gemaakt, gek deze. Moet je goed sturen, ik heb niet gestuurd en ik ben er gewoon doorheen. Hé, ik zie overal dennenboom om in kerst. Oh, dennenboom! Oh, dennenboom! Wat zijn het takjes, toch zo mooi! Wat een takkenbende hier, jongen. Iedereen noemde maar altijd dennenboom rond de kerst. Chromo zag je laatst naakt in het bos. Ja, die staan altijd naakt, dennenboom. Toen was die boom zo de klos. Ja, je ging er zeker tegenaan pissen, of niet? Nee, ik ging erop los. Oh, je ging erop los. Je ging hem zeker aankleden. Ja. Met kerstballen en alles. Kerstballen, kerstverlichting. Hij spot Casper, als jij de hele tijd in de weg blijft hangen, ja, maar nee, ik was stik hem mee. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Boom. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Oh, oh, oh. Hey, sorry. Neem afstand. Zo. Afstand, vriend, vent. Ja, later, Chromo. Later, jong. Maar dit al bloed op mijn auto. Later, alligator. Ongestelde auto. Oh. Dat zeg jij die in een rode bak rijdt. Ja, precies, ja. Hij heeft wel altijd een rode auto. Ongestelde auto. Dennis. Dennis. Ja. Oh, Chromo maakt een grap. Doet hij altijd. Ja, die houden we er gewoon in de traditie, hè. Wacht even. Ja, ja, één keer in de zoveel tijd moet er gezegd worden. Ja, precies. Maar je moet wel een goede timing hebben, hè. Ja, waarom doe je dat nou? Mogol! Waarom doe je dat nou? Oh, nee. Ik ben weer in de looping! Woe! Ik kan daar niks aan doen. Ik ben weer bij die looping, joh! Ik rijd nog steeds achter een gele kanarie en het bevalt me niks. Hoe kunnen jullie bij elkaar rijden? Oh, wacht, jullie... Oh... Doei! Wat? Oh... Jips. Ja, ik ga bijna kapot. Ik zit weer in de looping, jongens! Dan gaan we nog een keer! Op en neer! Gewoon omdat het kan! Ja, la 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 la! Op zondagmorgen! Ik ben weer klaar! Auto. En ik sta eerste. Oh, wat een verrassing. Ja, jullie moeten gewoon doorrijden, jongens. Kom op. Welkom bij
Welkom bij? Welkom bij Sesamstraat. Welkom bij Sesamstraat. Jan is meestal te laat. Dat is zeker een feit. Huiswijf. Ik heb, ja, die traditie moet er ook huiswijf. In houden. Huiswijf. Huiswijf. Dit zijn. Eerste. Mag ik ook mijn punten weggeven? Ja. Ja, omdat het bijna kerst is. Ja. Kasper, je krijgt er 3 punten bij, man. Ja, en ik kan. Hier. Ja, nee, joh. Kreeg 3 punten. Ja, je hebt van mij gekregen. Ik heb 3 punten. Oh, dat is wel lekker. Alsjeblieft, jongen. Schatje van me. Tweede. Ben je tweede? Wil jij punten half weggeven, Dennis? Nee. Oh. Ben je tweede? Ja. Wil je punten houden of weggeven? Houden. Oké, top. Nee, geef ze aan mij. En ben jij derde? Ja, wil je punten houden of weggeven? Ik geef hem weg. Abi. Wat is de tussenstand? Is laatst, ja, dat mag je zelf in je hoofd onthouden. Dus ik ga de tussenstand niet oplezen. Je mag hem gewoon of houden of weggeven. Oké, dan geef ik het weg en ik geef hem aan Chromo. Nee! Oh, ik krijg er een puntje bij. Nee! Yeah, so. Bedankt, Vincent! Oké, we gaan gewoon vanaf nu elke aflevering bepalen of je punten mag houden of weggeven, ja? Omdat het bijna kerst is, vind ik dat wel... En dan maken we het aan de eindstand precies, Piet. Dat is geen probleem. Ja, dat komt goed, Kasper. Komt goed. Ik hou ze Oké, jongens. Op naar de volgende race. Ja, maar dan kan die gekke Belg kan Red Boys, winnen. Welkom boys. Bij race nummer 2. Bij race nummer 2. Zijn jullie er klaar voor? Ja, pizza. Ja, hoor. Helemaal. Ja. Ja, Kasper. Bam, begin ja. Achteraan. Oh, Oké, okay, top, Kasper. Komt-ie, Kasper. Woe! Oh, yeah. Hij doet. Hey, ik heb je 3 punten gegeven, ja? Beetje ja, aardig. Ik zwijg al, Oké. Okay. Oh, ik heb jullie allemaal ingehaald, lol. Oh, door de ballen. Nee! Ja, oh, what the fuck, hé! Jongens! Oh my god, ik had nog bijna de checkpoint ook, Vincent. Zag je dat? Ja. Zo, dankjewel voor het setje. What the fuck is dit voor race, joh? Hallo? Ja, maar dit moet je niet aan mij vragen. Zo! Chromo! Chromo, gek! What the fuck, ouwe! Hij heeft een explosie voor Hij komt er even in, hoor. Ik maak gewoon even kennis met jullie, want ik rijd. Ja, dat zag ik, ja. Auw, kak. Ja, ik kan die wel rijden niet halen, hoor. Ik weet niet wat jawel, je wel. Jawel, kan je wel. Spinazie. Spinazie? Ja, dat brandt zo lekker uit je anus, weet je. Duitse groente is dat toch, spinazie? En spinazie krijg je spieren van. Jordi rijdt door, Jordi rijdt door. Popeye, de Sailorman. Ah, jij hebt hem wel, hè, groenteboer. Ik heb hem wel, ja. Spinazieboer. Wat wordt er bij jullie altijd uitgezonden op televisie? Ik keek niet televisie. Toen je klein was. Als Samson en Gert. Oh, ja, tuurlijk. Met de kennis van Gert. Mama. Dat is mevrouw Pralin. Ik moest kloppen, want mijn helft. Als je die snel met inspreekt, dan wordt toch helemaal schoor. Nou, het is die ook. Ja, denk het wel. Ik denk zo stil in mijn hoofdjes, hoor. Oh, zo. Je kan het nog goed doen. Maar ik heb gehoord dat je ook fan was van Dora, Kasper. Ja, nee, Dora mag oprotten. Oh, Dennis, pik je dat? Deze shots. Maar er komt een nieuwe serie van Dora, hè? Ja, Dennis de naakte beren. Dora de naakte beren. Dat wil die, jongen. Dora, Dennis. Clover is mijn number one. Clover? Ja, oké, als Clover je Wonder Woman is, zing een Totally Spice intro. Oh, ik vond Boop. Here we go. Hey, Dennis, heb je op je mobiel ook de ringtone? Oh, wacht, je hebt geen mobiel. Oh. Wat een lulstok. Waarom ga je nou een mobiel halen? Ja, die leent hij voor de wekker, toch? Oh, what the fuck, Vincent? Zo. Nee, maar Dennis. Maakt niet uit, ja. Maakt niet uit, joh. Wat? Dennis. Van Dora vond ik Boops altijd het leukst. Boops vond ik altijd wel leuk. Dit vind ik nou mooi, hè? Dit vind ik nou zo mooi, hè? Dat vind ik nou zo prachtig, hè? Dat vind ik prachtig. De binnen van mooi. Die dingen raak ik dat doet hij altijd, die Dennis, jongen. Wat? Wat? Ja, oké, laat maar zitten. Wat mooi hier dan weer. Oh, dat is wel mooi, hè? Hallo, Poena, te meet me, joh, dan. Zie je hier iets? Hé, Herma, kill je de Jeerdabbels dan. Gerda, wat doet u nu? Oh jeetje, doe ze hem niet normaal, ja. Hé, maar dat moet je afrukken, John Dagen. John Deerkrijger. Pot dik. 6320. Dubbel dikke BMW, of niet? Ik hoor echt... Dikke BMW, jongen. Gast, die meen je bent nieuw, hè? Heb je die wasmachine, mevrouw, al gezien? Ja. Ah ja. Ik ben de enige die hem nog niet heeft gezien. Die komen weer bij mij vandaan, die mensen. Ja. Je bent er zelf ook een. Had zo mijn buurvrouw kunnen was de moeder van Chromo wezen. Zelf. Ja, bedankt. Was je moeder niet Chromo? Nee. Oké, ja, ik weet niet hoe je moeder eruit ziet, weet je. Nee, ik zal dat eens even laten zien. Zou zomaar kunnen. Ja, even doe maar een selfie door.
Maar ik moet er ook kalletjes te spelen, dat is jammer. Ja, 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 ja. Lekker, Vincent, wil je punten houden of weggeven? Tweede! Hint, hint, hint. Houden! Houden? Oké, okay, top. Oh. Dennis, wil je punten weggeven of houden? Houden. Ah, nee! Nee. Top. Dennis. En Jan, wil je punten weggeven of houden? Ik geef ze aan Jordi. Okay, Jordi, je krijgt een puntje erbij. Jordi! Vincent krijgt er 2 bij. En Dennis krijgt er... Of nee, Vincent krijgt er 3 bij. Ik ga niet even raken. En Dennis krijgt er 2 bij. Ja, ja, ik nee. Ik heb je al een punt gegeven, joh. Ben je er niet blij mee? Anders neem ik terug, hoor. Ik probeer zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokken. Oké, oké, oké. Ja, alsjeblieft, jongen. Jongens, ik like al jullie video's. Geef mij punten. Oké, okay, wacht. Like voor punt. Hoeveel video's like je voor 1 punt? 3. Oké, okay, top. Je krijgt er een puntje bij, man, hier. Oh, oké, okay, jongens. Ik heb niet punten, nu op 3 video's of, bij. Of naar de volgende race. Moet er wel bij, boys. Hey, welkom bij de allerlaatste race van vandaag. Ik zei dat iedereen de T20 moest pakken en er staat een Adam naast me, dus... Ja, ik heb geen T20. Ja, zeker. Ja, gewoon normaal. Ik heb geen T20, man, knor. Naar rechts sturen allemaal! Yay! Oh, dat was niet echt... Kromo, teamer, is niet. Ja, 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 ja. Oh, geen teamer. Dat was Dennis. Doorrijden, Dennis. Doorrijden, Dennis. Zo, de knet. Jezus, waar heb jij last van? Alsjeblieft, Dennis. Dank. Ik ben dood. Door de ballen, Dennis. Hop. Zo, wat is dit nou allemaal? Oh, ik heb hem. Oh, what the fuck? Ik loop ernaast, ik heb een checkpoint. Wat? Heb jij... Wat? Ik weet... Wat doe jij nou daar? Ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurde, joh. Ja hoor, ik kan niet boven. Ja, ik ook niet. Ik ook niet. Boom, eerst in mijn adem, jongens. Ik ga me omdopen tot Nederlander om al die grapjes niet meer te horen. Oh ja, doe dan. Ga even wachten, praat eens een beetje Nederlands, Kasper. Ja. Is goed, jongen. Nee. Dat is vet, ouwe, dat is vet. Je klinkt als een papegaai. Gaan we eens even een patatje eten dan? Oké, ja. Ja, is goed. Nee, zeg. Maar wij zeggen ook frietje hoor, Kasper. Oh, ja, wij zeggen ook frietje. Nee, patat. Ja, patat. Ja, kijk, we zeggen het allebei. Zeggen dat. Frietje met joppie saus. Al die sukkels zeggen dat. Patat. Wie zegt nou patat? Ja, joppie saus zou bij jullie wel hip zijn momenteel, of niet? Patat, dat zijn aardappelen, man, patat. Ja, dat is eigenlijk echt hip. Bij ons. Ja, echt? Ja. Ik heb wel steeds. Bij ons niet meer. Nee, patatje joppie hoor je niks meer van. Nee. Dat, jongen, dat was echt hip voor 2 dagen en toen was het... Ja, ik vond het lekker. Ik heb deze morgen lekker. Nog gegeten, dus mijn ik dacht dat je eerste stond, Vincent. Ja, ik heb Dennis maar een kans gegeven, weet je wel. Oh ja, nee, ja, ik sta eerst, maar dan ook niet. Hey, bedankt voor het duwen, man. Gassen, Jordi! Ja, ga. Kaas op die lullen, kijk me gaan. Kaas op de lullen? Wat? Ja, kaas om te lullen, weet je wel. Kaas op je lul, weet je wel. Ja, dat is lekker. Precies, ja. Nou, kom een stelletje kaas. Nou, jong belegen kaas op je lul. Ik ben eerste. Jan, wil je punten houden of weggeven? Ik geef er 1,5 aan. Jordi, je krijgt 1,5 punt van me. Yes. En Kasper, jij ook. Waarom krijg ik nooit punten van jou, boe? Ja, waarom krijg jij, jullie zijn zo zelf. Jij geeft zelf ook niet weg, Dennis. Precies. Dus jij krijgt helemaal niks van me. Precies, Dennis. Jij krijgt helemaal niks van me. Jij wil alleen maar nemen. Tweede. Laat het even horen. Aan wie heb ik punten gegeven? Aan Kroompje. Ja, 1 puntje. Zie je? Ja, zie je? Maar dan moet Kromo. Dan moet Kromo terug doen. Ik er niet. Ik ga twee punten. Nou, schrijf maar een punt. Ik word derde en ik geef hem aan Jan dan een keer, oké? Nou, dan wil ik ook terugkrijgen. Maar dan moet je eerst finishen. Ja, koekenbakken, ik finish dat. Wacht, Dennis, wil jij ze houden of weggeven? Hè? Ik geef er een aan Jordi. Oké, en die andere? Oh, aan mij. Ik heb zelf maar heel gemeen krijt. En ik krijg er een van jou, Vincent. Ja, aardig, hè? Oké, oké, jij is aardig. Dat maakt het klassement op dit moment, mensen. Nou, Kasper, doe maar terug. Staat. Nee, oh, oké. Hou hem maar, oké? Oké, het klassement op dit moment. Ja, ik weet het zeker. Oké, Kasper heeft op dit moment 8 punten. Ben ik gewonnen? Kromo staat op de 11,5. Jordi staat op de 10,5. Dennis staat op de 18,5. Nee. Vincent staat op de 15. Balf. En ik sta op de 31. Dus, mocht je hebben genoten van deze aflevering, rammen op YouTube, subscribe, beleid of vergeet niet te abonneren op Kasper's kanaal, Kromo's kanaal, Jordi's kanaal, Dennis' kanaal, Vincent's kanaal en mijn kanaal. En dan zien we jullie hopelijk natuurlijk morgen weer. Bij een nieuwe GTA video. Stop! Morgen alweer, mensen. Ja! Morgen dan alweer. Heb ik nog bye bye. Te koop nu.